Waarvoor staan we hier? We staan hier, nou dat kan je heel mooi zien daar aan het begin van de grafiek. Wat hij heel mooi laat zien is dat natuurlijk schommelt de temperatuur van de aarde altijd een beetje. Maar tijdens de industriële revolutie zien we dat het flink omhoog is gegaan. En vrij alarmerend snel omhoog gegaan. Helaas is onze... onze politiek reageert daar niet met de urgentie op die het vereist. En daarom zijn we hier ook juist bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Wat effectief eigenlijk meer gewoon het ministerie van Economische Zaken is. Het klimaat, dat doet men er een beetje bij. Om ze duidelijk te maken, dat is nu erop of eronder. We kunnen het nog doen, maar dan moeten we het wel echt serieus nemen. Oké, en hoe gaat de actie? De actie gaat tot nu toe heel goed, zoals je ziet. Dus dat was nog wel een uitdaging om de grafiek die hier geschilderd is op de muur niet te laten aansluiten op de banner. Dat was wel een ambitieus plan, maar dat is heel netjes gelukt. Dus hulde voor de activisten en de tot in de puntjes de voorbereiding. En wat vindt de politie daarvan? Want ik zie wat politie. De politie is heel rustig. Ik denk dat, zij snappen ook wel dat het heel belangrijk is. En de politie heeft zich keurig gedragen. Voor wat ik heb gezien, hè. Ze waren er al voor wat ik kwam, dus ik weet het niet. En laten we het zo achter, of wat? Nee, het gaat om kruidspray en dat kan je vrij makkelijk met een sponsje in wat water schoonmaken. Dus het is ook geen daad van vandalisme, het is meer een soort tijdelijk kunstproject.